Landbouwers, agrariërs en andere belanghebbenden van de landbouwsector hebben vanmorgen tijdens de disseminatie van het raamwerk voor kennisdeling en landbouwernetwerken hun ervaringen gedeeld met aanwezigen na een grant of subsidie van de FAO en SAMAP te hebben ontvangen. Volgens Marlene Johnson, International Operations Manager SAMAP FAO, is de organisatie de afgelopen 7 jaar bezig geweest met het verhogen van de productie van klein-middelmatige boeren. We have provided a training in how to enhance food safety and enhance competitiveness, particularly aiming at making an entrance into the export market. Our target groups are agricultural producers, both primary producers and agribusinesses. We also include what we call collective production units. So that would be our cooperatives and our value chain platforms. And the idea is to bring people together so that we all can, and when I say we all, I'm speaking as if I'm from Suriname, we can all recognize the value of working together and increasing production so that we can enjoy economies of scale, which is needed if you want to get into export. Sudarshan Dayaram, directeur CELOS, geeft aan dat de organisatie een programma heeft gedraaid voor de boeren die in aanmerking zijn gekomen voor een grant, machines en andere ondersteuning vanuit SAMAP en FAO. Oorspronkelijk zou dat het programma in 6 maanden uitvoeren, maar vanwege dus tijdtekort hebben we dat moeten doen in 2 tot 2,5 maand, waardoor wij dus van CELOS toch wel heel intensief dag en nacht natuurlijk hebben moeten inspannen en inzetten. De onderwerpen waar wij dus veel aandacht hebben besteed, waren dus waren gebieden, bepaalde gebieden, zoals teeltmanagementpraktijken, bodemgezondheid, ja, en agroforestry, maar ook het aanmaken van gezond materiaal was heel belangrijk op het programma. Verder hebben de boeren ook veel kennis opgedaan met betrekking tot bodemkunde en bemestingsleer. De landbouwers hebben in een seminar een presentatie gehouden getiteld Waarom ben ik een landbouwer? Het geheel vond plaats in de Mensa-zaal van de Student Housing Campus Village.